gigi no spoiti. We poi gigi kado almighty power. Suriname ook het Bupo-verdrag. Het is een verdrag dat Suriname heeft getekend. En dat zegt, niemand mag worden gedwongen buiten zijn wil om mee te doen met een medisch experiment. En dat is deze hele vaccinatie. Het is een medisch experiment en niemand kan ons komen dwingen om daaraan mee te doen. Gelukkig zien we in de recente onderzoekingen, met name uit Frankrijk, dat er recentelijk overtuigend bewijs geleverd is dat vaccinatie echt werkt. Dat zijn topdeskundigen die evidence-based studies hebben gedaan met miljoenen personen die gevaccineerd zijn. In ieder geval geen social media deskundigen die met hypes medisch deskundig lijken. We hebben gezegd, we zijn niet tegen het vaccin. Ik ben geen medicus om te zeggen als een vaccin goed of slecht is. Ik heb zelf, toen leden van mij ziek werden, heb ik ivermectine gebruikt. En binnen 3 dagen waren de mensen gezond. Dat is mijn eigen ervaring op advies van een paar vrienden artsen in binnen- en buitenland. Ivermectine, naar een middel zijn ja, die soep ja. Naar Oso. Is in de doosje, rood wit ongeveer, ja, maar Gary had ivermectine. Als je 80 kilo legt, like, dan heb je 4 tabletten oh, per no, dag no, nodig. Een kuur van 5 dagen, je beter. Als je wel hebt, dan gebruik je 5 tot 6 tabletten per dag. Maar aan dat raar, maar dat zang, smaakt hij me zang, bestudering. Meneer Belfort, u beseft wel dat u het hebt over een curatieve interventie. Wanneer we ivermectine zouden moeten gebruiken, dat betekent het dat de persoon reeds besmet zou zijn. Ik denk niet dat we willen hebben dat een persoon in Suriname besmet zou zijn. Ik hoor u niet praten over de preventie, want we moeten toch niet zo ver laten komen dat u iemand ivermectine moet gaan toedienen, ook al zou het effectief zijn. If I don't true, then me now alleen maar. Ivermectine na een middel, ja. Zijn wereldwijd. Ja, ik heb het gelezen. En dit is maar een bittere. Ja, ja, het waar. Ze zijn dan met Masra Ramadin nog een bestel aan middel dat die... Ja, want die dibri is op tijd voor hem. Die dibri, dat geld willen ze hebben. Ze willen dat geld hebben. Ik praat hier namens de mensen die niet zullen vaccineren. En ik ben een van ze. Er zijn alternatieven. En ik ga hier noemen een van de alternatieven die wereldwijd wordt toegepast. Zelfs in India, waar miljoenen mensen stierven. Uttar Pradesh is een van de staten die dus daar een gebied duizenden miljoenen mensen stierven. En men heeft toen met succes ivermectine toegepast. Wel nu. Het middel is tevens al in Suriname in de intensive care unit als trial goedgekeurd door het ministerie van Volksgezondheid. Maar is wereldwijd nog niet gekenmerkt als een officieel medicament tegen COVID-19 en heeft ook bijwerkingen. Ook de paracetamol en amoxicilline, welke mensen gebruiken, hebben ook bijwerkingen. Maar we moeten de risico's afwegen tegen de voordelen. Zo werkt het in de geneeskunde. Dus ivermectine wordt toegepast wanneer iemand reeds COVID besmet is. Maar dat willen we toch niet. Voorzitter, waarom importeert de staat ivermectine niet? Is een effectief middel tegen corona. Tevens adviseert u ons om deze tabletten te importeren. Maar ik refereer slechts naar 1 document, voorzitter. Dat is een conclusie van het Nederlands Huisartsengenootschap NHG, een toonaangevende organisatie voor medische protocollen. En dit is van dit jaar. En zij concluderen het volgende over ivermectine. Er is momenteel geen bewijs van voldoende kwaliteit voor de effectiviteit van ivermectine bij COVID-19 patiënten in de eerste lijn. 2. We raden het off-label voorschrijven van ivermectine af als behandeling voor niet opgenomen patiënten met de vermoeden van COVID-19, omdat er geen bewijs is dat dit een gunstig effect heeft op het aantal ziekenhuisopnamen of overlijden als gevolg van COVID-19. Ook zijn de dosering
en de timing van het gebruik op dit moment nog onvoldoende onderzocht. Dat is slechts de conclusie van het Nederlands Huisartsengenootschap en daarom wordt ivermectine wereldwijd slechts als trial ingezet, als experiment en niet als officiële behandeling.